Edwin van der Looy, weet je nog hoe wij gistermiddag afscheid namen na de persconferentie? Ik denk met de hand, dat doen we altijd. Jawel, maar je wens mij altijd succes. Wat zei ik tegen jou? Ja, ik denk dat we moeten winnen, dat je dat hebt gezegd. Nee, ik heb gezegd van ik reken op 3 punten. Maar ik reken er niet op 5 goals. Nee, ik denk de meeste niet. En als ik eerlijk ben, ik zelf ook niet. Dus het was een topavond voor ons. Zo simpel is het. Het viel ook regelmatig onze kant op, de momenten. Maar ik vind wel dat we dat ook wel zelf hebben afgedwongen. Dus we hebben agressief gespeeld. We hebben AZ niet laten voetballen, want daar zijn ze gewoon goed in. Dat wisten we. En we waren zelf aan de bal ook gewoon goed. We konden goed de vrije man vinden. We speelden ook heel goed op momenten voor de tweede bal. Als we Jis zochten, dat we bij de tweede bal zaten. We hadden diepte in ons spel, meer dan normaal. Allemaal goede dingen die uiteindelijk goed uitpakten. En ja, die paar momenten, de penalty momenten, die vielen onze kant op. Jouw ploeg speelde op een fantastische wijze tegen een ploeg die op de 4e plaats van de Eredivisie staat. Ja, nou ja, dus het geeft aan dat als je het met elkaar wil doen, er heel veel energie in wil steken en ook wat lef hebt en af en toe het moment mee hebt, dat we best wel aardig kunnen spelen. En dan komt AZ niet in zijn spel? Nee, dat was het. Zij kregen er sowieso weinig druk op. Dat was al moeite, hadden ze al moeite mee. Waar ze normaal gesproken wel gewoon goed in zijn. Hè, met Pavlidis en met de Wits en jongens die goed druk kunnen zetten, die meters kunnen maken. Dus nou, ze kregen er geen druk op. Dat deden we gewoon echt goed. Dus complimenten voor de ploeg. Maar en ja, ook we lieten ze ook gewoon niet spelen. En dat was mooi. We hebben nog wel eens wedstrijden gehad dat we te snel achteruit liepen, te weinig druk hadden. Nu pakten we veel ballen op de helft van de tegenstander af. Nou, dat was mooi om te zien. Het eerste doelpunt viel na 23 minuten. Betekent dus dat het daarna eigenlijk alleen maar Heracles was wat de klok sloeg. Ja. Of ben ik nou te optimistisch? Je bent iets te optimistisch. Je hebt iets te veel een zwart-witte bril op. Maar ik vind wel dat we, want in de tweede helft, het begin van de tweede helft, kregen wij natuurlijk wel een paar grote kansen. Maar AZ heeft in de tweede helft ook wel een paar kansen gehad. Maar op een gegeven moment voel je dat, ja, als zij die missen, dat die er ook niet ingaat en dat het niet hun avond is, dat het onze avond is. Dus ja, dan is het mooi dat je via Mo nog als invaller nog 2 goals kan maken. Dat is mooi voor hem, is mooi voor het team, is mooi voor het publiek. Ik vond de Achterhoede goed spelen vandaag. En natuurlijk fantastisch dat Brouwer weer die nul houdt. Ja, nou ja, ik vond dat ook. Dus de Achterhoede deed ook hartstikke goed. Maar die zijn wel geholpen door de rest van het team, vond ik. Als de rest niet goed druk zet en de tegenstander krijgt de mogelijkheid om te voetballen en om veel te bewegen, dan wordt het ook voor onze Achterhoede spelers best lastig. Maar vandaag heeft iedereen gewoon alles gegeven om druk te zetten en om het team te helpen. En dan maak je het elkaar ook makkelijker. Het is niet geflatteerd, 5-0. Nou ja, dat weet ik niet. Daar moet ik het voor terugkijken. Maar het is in ieder geval een hartstikke mooie overwinning en een topavond. En voor ons zijn veel goals maken is ook gewoon echt lekker. Het doelsaldo kunnen we ook weer een beetje bijwerken op deze manier. Dus ja, ik weet niet of het geflatteerd is, maar dat maakt ook niet uit. Het is, kijk, van de week verloren met 1-0 van Twente. En toen zeiden mensen ook van ja, misschien niet terecht of wel terecht. Dan heb je na de wedstrijd niks aan. Je krijgt dan geen punten. En nu krijgt AZ ook geen punten. Dus prima. Nogmaals van harte gefeliciteerd en geniet ervan. Gaan we doen, een paar uur. En dan gaan we weer door naar Sparta. Bij de keersmaker, 5-0 winst op AZ. Als ze dat van tevoren tegen jou gezegd hadden, wat had je dan gezegd? Ja, dat had geen lukken. Ik denk, ja, we zijn aan iets bezig, we zijn aan het bouwen. En vroeg of laat moest het wel een keertje gebeuren. Met zo'n grote cijfers, ja, dat verwacht niemand natuurlijk. Maar het is mooi dat je met 5-0 wint hier. 5-0, een overwinning die er zijn mag. Betekent dat je vanaf het begin eigenlijk de zaak al erop gezet hebt, dus de druk erop gezet hebt. Ja, klopt, daar hebben we zeker op gehamerd. Ik denk dat dat ook meer ons spel is, dat we vanaf het begin gewoon hoog gaan druk zetten, ook het publiek meekrijgen. En dat is erg gelukt vandaag. Ik denk dat we alles perfect hebben uitgevoerd wat van ons gevraagd werd van de technische staf. Dus ja, enkel maar mooi en dan zie je dat de doelpunten daarnaast erbij komen. Ja. Jouw doelpunt, opening van de 5-0. Beschrijf hem eens. Ja, ik weet niet hoe die bal kwam, maar hij, volgens mij via op een gaard langs links. En ja, ik ruk mee op. Ik vraag de bal, ik zie hem komen. Ik dacht, weet je, waarom zou ik niet schieten? En ja, ik raak hem uitstekend, denk ik. Ja. Zie jij die onbedekte hoek? Ja, eigenlijk is dat een alles of niks bal, denk ik. Met links, ik bedoel, ik kom niet vaak in een schietpositie, maar dan hoop ik gewoon dat hij hem goed raakt. En ik wist meteen vanaf die van mijn voet ging dat ik ging scoren, want ik raakte hem eigenlijk echt perfect, om het zo te zeggen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het publiek zo achter Heracles stond. Nou, enkel mooi toch. Dat wil zeggen dat we goed voetbal op de mat hebben gebracht. Dus ja, enkel maar mooi dat het zo is. Wat mooi dat je ploegmaats dan na de rust en vooral ook voor de rust nog de zaak afmaken.
Ja, zeker. Dat is heel gunstig voor ons. Zeker, ja. Je krijgt dan ook wel, nog wel twee penalties mee. Wel overduidelijke penalties, denk ik. Maar ja, het is enkel maar mooi. Zoals ik zeg, iedereen begint echt in vorm te geraken. We beginnen meer in elkaar te geloven, op elkaar in te spelen. En dat is enkel maar mooi. Ik wil je complimenteren met die fantastische wedstrijd die je gespeeld hebt. Hartstikke mooie goal en 5 hartstikke mooie doelpunten. 3 punten in de pocket. Yes, dankjewel. Ostanko, 10 minuten gespeeld, 2 doelpunten gemaakt. Unicum. Ja, superblij. Echt superblij. Is dit de mooiste overwinning die je tot nog toe hier behaald hebt bij Heracles? Kijk, ik denk het wel. Is het nou ook vrij spelen als je erin komt met een 3-0 voorsprong? Het is een beetje lastig. Soms moet je gewoon je komt erin 15 minuten, je moet gewoon je eigen ding nog steeds willen doen, maar ook de team helpen om geen goals meer tegen te krijgen. Dus het is niet meer vrij spel. Je kreeg de ruimte achterin. Ja, dat is toen ik de ruimte kreeg, ik was super blij, want dat is mijn kwaliteit, gewoon in de diepte lopen. Dus ik kreeg 2 goede ballen in de diepte, 2 goals. Is dat gewoon al genieten? Zeker genieten. Zeker genieten voor de team, zeker genieten voor mezelf. Gewoon iedereen is blij. Het publiek stond helemaal achter Heracles. Helemaal, dat is mooi. Iedereen stond achter Heracles. Niet alleen het publiek, ook spelers die spelen, de spelers die op de bank staan. Iedereen was lekker, want het was echt een lekkere dag vandaag. Het was gewoon een kwestie van een lekkere wedstrijd gespeeld. Niet lang gespeeld, maar toch 2 doelpunten. Ja, nog ik denk zelf 4 balcontacten, 2 goals. Ja. Fantastisch dat je zo gespeeld hebt en ik feliciteer je van harte. Dank u wel.